Yo iedereen, het is hier Tom's Retro Corner, TRC underscore live terug. En vandaag gaan we episode 4 doen van Pokémon. Ik heb er veel zin in, hoop ik jullie ook. Continue. Dus we hadden Mount Moon gehad en we zijn nu in Cerulean City. Het doel van vandaag is om Misty te verslaan. En ik heb nog iets speciaals in petto. Maar dat kan ik jullie maar pas laten zien als ik het heb. Dus ik ga daar nog niet te veel over spoilen. Jullie zullen wel zien. Een item. TM04. Ik heb weer geen idee wat dat is. We zullen een keer moeten kijken. Whirlwind, dat is vrij useless. Daar nog een trainer, maar die gaan we niet doen. En welkom iedereen, we zijn nu in Cerulean City. Hier is de gym, waar dat we straks naartoe gaan. Maar voordat we de gym gaan doen, gaan we eerst nog een paar dingen doen. Welcome to the Pokémon Center. We hope to see you again. Voilà. Eerst hebben we een hele hoop trainers. Maar we hebben eerst onze rivaal battle. Dat is onze eerste rivaal battle sinds eigenlijk Pallet Town, dus... You're still struggling alone back there. Doing great. I caught a bunch of strong and smart Pokemon. Here, let me see what you've caught, TRC. Gary. Pidgeotto 18. Geef dan een Pidgeotto, ik heb nog een Pidgey. Niet erg, want we hebben Pikachu met Thundershock. Dat super effectief is tegen Pidgeotto. Nog meer niet. En die heeft iets te veel aan mijn rusting. Sand Attack, dat is kut voor onze accuracy. Volgens dat hij Quick Attack mag doen, maar dat is omdat hij eerst is Pikachu's attack mist. Dit gaat een moeilijke battle worden. Abra kan niks, dus critical hit, nice, nice. Ik ga Pidgey houden voor zijn en Charmeleon waarschijnlijk. Oh, waarom mist dat? Excuseer. Oh, die heeft toch een Charmander? Ik dacht dat het al Charmeleon ging zijn. Ik denk dat ik het best af ben met tackle nu, moment. Oh, Ember kan hij al. Dat is super effectief. Ik dacht echt dat hij al een Charmeleon gehad zou hebben, ik ben het vergeten. Maar alleszins, dit was onze rivaal Gary. Hey, guess what? I went to Bill's and got him to show me his rare Pokemon. It added a lot of pages to my Pokédex. After all, Bill's world famous as a Pokemaniac.
He invented the Pokémon Storage System on PC. Since you're using his system, go tank him. Well, I better get rolling, smell you later. Okay, terug, Poké Center. De meeste rival battles zijn niet zo heel moeilijk. Allee, het had gemakkelijker geweest. Had mijn Pikachu nu bijvoorbeeld al een Raichu geweest en had hij Thunderbolt gehad of zo, dan had Pidgeotto ook geen probleem geweest. Maar dat is het geval niet, dus ja. Ik wil wat Pokéballs en jullie zullen straks wel zien waarom. Nope. Je kunt niks meer voor mij doen verder. We gaan eerst nog eens save in onze battle met Gary. In deze grot links zit trouwens Mewtwo, maar er kunnen maar pas in vanaf dat je... Alles zeg het. Vanaf dat je de Pokémon League hebt verslaan, dus dat zal nog wel een tijdje duren. Dus nu moeten we een paar trainers verslagen. Bugcatcher, dat sukt, want ik heb Pikachu gepakt. We gaan gewoon een quick attack doen. Dat gaat beter zijn dan Thunderbolt, neem ik aan. Strength shot. Wat deed dat nu weer als speed? Maar ik heb quick attack, dus ik heb sowieso eerst de priority om aan te vallen. Hoeveel keer dat hij ook strength shot gaat doen, normaal gezien, dus dat maakt niet uit. En dat was Caterpie. Weedle. Ja, we gaan change naar onze Pidgey. Strength shot, oké, dan gaan we beginnen met quick attack. En dat was een hele gemakkelijke trainer. We hebben geen damage gepakt, dus dat is sowieso heel goed. Ja, ik zeg het, dit is ja. Aha, dat is handig. Quick attack heeft altijd priority, zoals ik al had gezegd. Pikachu 17, nice, nice. We gaan het gewoon zo houden. In deze episode gaan we ook nog niet kunnen teruggaan voor onze Nidoran, zoals ik had beloofd. We gaan dat wel doen, maar oh godverdomme, die heeft mij gepotioned. Dus dat is sowieso naar Pokémon Center hierachter. We gaan dat pas doen als we de badge na Misty hebben. Dan kunnen we door Diglett Cave gaan en Kut gebruiken. Voor ja, sorry voor dit vervelend gedoe. Ik kan hier niet aan doen. Ik weet niet of dat het Pokémon Centraal zonder dat Pikachu doodgaat, maar we gaan dat proberen. Ja. Voilà. Een klein beetje doorgespoeld. Thank you.
Youngster. Ratata. Ratatas moet eigenlijk uitkijken, want die kunnen hyperfang. En dat is een hele sterke aanval eigenlijk. Dus ratatas zijn daarom niet per se zwak eigenlijk. Pikachu's defense spell. Even een quick attack doen. Ekans, we zullen changen naar Pidgey. En dat was Ekans. Pidgey level 18, nice. Ik weet niet wanneer dat Pidgey juist evolueert, dus daar kan ik niet op antwoorden. Zubat, dan gaan we toch gaan naar onze Pikachu, want die kan Thundershock. Aha, nice. Paralyzed. Full paralyzed, nice, nice. Een beetje gelukkig. Soms kunnen ook wel een keer lucky zijn, hè? Zwaar, hè? Oh, hier zijn we, voilà! Tweede keer dat er een Pokémon van ons evolueert. Dat is wel cool. Pidgey naar Pidgeotto. Geen critical hit. Nu was het een critical hit. Nice. Nidoran, we gaan changen met Pidgeotto. Pidgeotto ziet er keihard uit. Met zijn back open, maar best nog wel grappig. Pidgeotto kan ook nog geen wing attack, dus dat sukt eigenlijk echt ballen. Ik weet niet wat dat heeft. Een Mankey. We gaan er Thunder Wave op doen, zodat hij paralyzed is. Voilà. Pikachu kan trouwens niet gewoon evolueren zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten. Pikachu heeft een Thunderstone nodig, maar dat gaat nog wel een tijdje duren. Aha, het was Team Rocket after all. Team Rocket is famous for Ekans, Zubat, Ratatas, Raticate later in the game. We gaan gewoon quick attack doen, dan zijn we van Ekans verlost. De laatste is Zubat, dus we gaan niet changen. We gaan gewoon onze Thundershock gebruiken. Zubat zijn weak tegen Thundershock. Hier zou een item liggen, yep.
Ik heb geen idee wat dat is, maar we gaan het een keer bezien. Thunderwave, jammer. Ik dacht aan Thunderbolt. Oké. Dat zijn allemaal Rock-type boys, dus we gaan wijzelijk gewoon changen. Matchup, dat is fighting. Ivysaur grew to level 20. Yes. Geodude, ja, standaard. We gaan niet veranderen voor een Geodude. Geodude is meestal gewoon een Vine Whip en dat is het. You worked hard. We gaan eerst deze trainer pakken. You're going to see Bill Onyx. En dat was Onyx. Spearow, we gaan terug changen naar Pikachu. Okay, and this is the part where the magic happens. De verrassing die ik had voor deze episode ging eigenlijk zijn dat ik Mew ging vangen. Nu, voor iedereen dat denkt, hey, what the fuck, Mew vangen. Er is een glitch waardoor dat je Mew legally kunt vangen in Pokémon Rood. Wacht, hè. Goed, ja, oké. Maar daarvoor hebben we... We hebben een Abra nodig daarvoor. Dus we gaan eerst een Abra proberen vangen. Oddish moet het niet hebben. We hebben al een goede gras Pokémon, dat is onze Ivysaur. Dit kan wel echt even duren en hier kan ik echt niet aan doen, dus I'm sorry. Ik zal het een beetje proberen doorspoelen, maar ik kan dat niet beloven. Ik weet ook niet wat de spawn rate van een Abra is hier. Dat moeten we allemaal nog afwachten. We hebben een Abra, nice. Oké, het enige dat we nu moeten doen is die catchen. En dat is kut, want je kunt die geen damage doen of die teleporteert. Dus come on, good RNG, good... Yes! Oké. Okay. Die hadden we nodig. Goed, nu moet ik even kijken, want deze trainer speelt een heel belangrijke rol. Zo en dan... Ja. Abra kan standaard één aanval, dat is teleport. Dus wacht even. Voilà, nu ziet hij ons eigenlijk, zoals je ziet. Nu gaan we direct wegteleporteren met Abra naar het Pokémon Center. Die trainer gaat ons zien, maar die gaat niet kunnen afkomen. Zie? Oké, teleporteerde eigenlijk op tijd. Dit is part 1 van de glitch. Part 2 is waarom dat ik die trainers allemaal aan de andere kant heb verslagen. Omdat de codering van Mew werkt zo dat hij net achter de code van Slowpoke komt. Je hebt een trainer nodig dat Slowpoke heeft of een andere code dat vergelijkbaar is met de code van Mew, eigenlijk zo gezegd. Maar er is nog één andere dat dat doet. Dat is in Misty's gym zit er nog iemand. Maar deze gast heeft 100% zeker een Slowpoke. En dan het Slowpoke. Slowpoke.
Goed, dat was Slowpoke. Dat was part 2 van de glitch. Dus nu is het eigenlijk gewoon, nu gaan we de glitch eigenlijk finishen. Het enige wat je moet doen om de glitch te finishen is eigenlijk gewoon terug naar de brug gaan en je menu gaat ineens omhoog komen. Ik weet niet hoe dat het gebeurt, maar het gebeurt gewoon. Je menu komt op en we gaan het menu cancelen en daar gaat nieuw staan zoals je gaat zien. Any second now. Voilà, het menu, ik heb er niet op gedrukt, het menu kwam gewoon. Gaan cancelen en we krijgen hier een Pokémon dat eigenlijk niet kan. Dit is Mew, boys. Bam! Wild Mew appears. Mew is moeilijk te vangen. Kijk, wat met die nu first try catchen. Ja, nee, niet dus. Mew kan in het begin alleen nog maar pound. Dus dat lijkt niet overpowered, maar Mew is de ziekste Pokémon in heel Pokémon. Daarom zei ik dus dat ik wat Pokéballen nodig had. Mew is echt niet gemakkelijk te catchen. Come on, good RNG, good RNG. We hebben nog 17 kansen. Come on, Mew! Come on, jongen! We werken ook nog eens met gewone pokéballen, dus dat is sowieso al scheid. Ah, yes! Woe! Nice! So rare that it's still said to be a mirage by many experts. Only a few people have seen it worldwide. We willen geen nickname geven aan Mew. Zoals jullie nu zien, als ik naar de Pokédex ga. En ik ga echt volledig naar beneden. Ik zie de 151 Mew staan. Wat echt awesome is, vind ik. Oké. Nu gaan we eigenlijk doen wat ik had beloofd. We gaan Misty verslaan. We gaan toch proberen met Steve te slaan. Oké, we gaan Pikachu terug eerst zetten. Dat is belangrijk. Het zijn allemaal water-Pokémon bij Misty. Trouwens, de trainer waarmee dat je die Mew glitch nog kunt doen in plaats van Slowpoke is deze trainer. Dus waarschijnlijk omdat de codes van Shellder en Horsea overeenkomen met die van Mew ook een stukje. Dus dit is swimmer nummer 1. Golding. Ah, Pikachu is confused. Kijken of we nog een potion hebben, dan moeten we niet terug. Perfect, we moeten niet terug. Nice, nice. Hi, you're a new face. Trainers who want to turn pro have to have a policy about Pokémon. What is your approach when you catch Pokémon? My policy is an all-out offensive with water type Pokémon. Gym music is so epic. Twee Pokémon's, dat zijn denk ik Staryu en Starmie. Staryu is niet zo'n probleem, Starmie is al wat meer een probleem. Maar gelukkig hebben we Pikachu. Die Staryu normaal gezien 2 hit. Dit was Staryu. Dan is het nu Starmie en die is wel wat sterker dan Staryu.
Special defense on Starmie. Bubble Beam, dat kan Pikachu KO'en. Nipt. En Starmie maakt het af met de Water Gun. Daar gaat Pikachu. Maar gelukkig is Starmie zo goed als dood. En we hebben Ivysaur nog met Vine Whip dat ook super effectief is. En dit was Starmie, boys. Dit was Mistial. Ivysaur level 22. Potion Power op level 22, like really? Nee, we willen echt geen Potion Power. We willen Razor Leaf eigenlijk. Maar goed, we hebben Misty verslagen. You can have the Cascada badge to show you beat me. 2000 coins for beating. Kut krijgen we maar pas in de Saint Anne boot, dus TM11, ik weet niet wat TM11 is, dus we zullen dat een keer gaan bezien. Water Gun, of is dat Bubble Beam? Dat is Bubble Beam. Bubble Beam is een super goede water Pokémon. Dus oké. Dit was Misty en we hebben nu twee badges. Dat is al super cool. De volgende gym leader is Lieutenant Surge, maar ik denk niet dat we de volgende episode zullen raken. Ik weet het niet. We moeten nog wat trainers verslagen nu naar Bill. We moeten nog een Team Rocket member verslagen. We moeten nog door de Saint Anne boat en daar zijn ook trainers in de Diglett Cave. En we moeten echt nog veel doen. Ik weet niet of we er gaan raken, maar we gaan sowieso ons best doen. Wel, dit was eigenlijk episode 4 van Pokémon al. Merci allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag volgende episode terug. Vergeet zeker niet te subscriben op mijn YouTube channel. Vergeet geen like te zetten. En een nice comment of zo zou sowieso welkom zijn. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te klikken. Dan ziet je wanneer dan mijn video's live zijn voor jullie. Wel, dit was het. Merci om te kijken. En tot de volgende. Yo, nog een goeie dag.